Oeh, ik heb een andere basis gewonnen. Maar ik ben wel de weg kwijt, ben ik bang. Shit. Ben je weer de weg kwijt? Oh mijn god, serieus? Je bent nu de tweede keer de weg kwijt? Meen je dit nou? Super vet dat jij weer kijkt naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. En vandaag ga ik weer iets super, super vets doen samen met jullie. Dus knal vast dat blauwe duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren en klik op de belletje. Want vandaag zitten we namelijk weer in de Factions iServer, de VX... De Verrex PvP server. Jemig, wat een moeilijke naam. Het verandert steeds, het is heel moeilijk. Maar kijk eens, vandaag gaan we weer knallen. Het gaat super tof worden in Factions. Dus jullie kunnen deze server ook joinen in de linkje in de beschrijving. Of tenminste, de linkje in de beschrijving. Het IP staat in de beschrijving. En nu ook in beeld. Dus join lekker zeker. Het wordt lekker gezellig. Wie weet kan je wel met mij spelen. En ik ben vandaag met Django Boy, oftewel met Kevin. Dat is Kevin. Hallo. Een Fortnite YouTuber. Dus hij heeft helemaal geen verstand van Minecraft. Maar we gaan gewoon Minecraften. Minecraft. Ja. Maar ja. Hij weet het niet. Ja, dat gaat nog even moeilijk worden. Het gaat even moeilijk worden, maar we gaan gewoon lekker Faction spelen. We moeten trouwens even wel weer een nieuwe basis maken. Want ik had de vorige keer, in de vorige video, had ik al een basis gemaakt. Maar dit is dus gerestart, omdat ja, dat is wel even zo eerlijk. Want ja, anders heb ik een voorsprong. Is niet heel erg leuk voor de rest van de mensen. Want als je top doet, Kevin... Dan word je een klein beetje bang. Dan word je een klein beetje bang. Want Factions is eigenlijk gewoon PvP'en. Vechten tegen elkaar. En als je kijkt op tap, dan... Er zijn er wel veel mensen online die je kunnen... Ja, killen. Om je kunnen vermoorden. Yep. Dus dat gaat zeker gevaarlijk worden. Kijk eens, we gaan nu even een mooi plekje opzoeken... Waar wij onze basis kunnen maken. Oké, we zijn nu in de wildernis. Dus als het goed is, kunnen we nu... Ja, we kunnen nu slopen. Ja, ik vind het wel heel vet, hoor. De map is wel heel vet. Het is echt zo'n... Ja, hoe moet ik het zeggen? Canada of zo. Ja, als ik het moet vergelijken, lijkt het net Canada. Ja. Even zien. Laten we... Ja, daar in de... Laten we eens een grot maken. Ik had de vorige keer ook in een grot gemaakt. Dus dat is wel leuk als we dat nog een keer doen. En ik hoop dat het nu wel een beetje mee zit. Want de vorige keer zat er helemaal niks mee. Eigenlijk. Ja, oké. Okay, vorige keer zat het wel mee, moet ik zeggen. Oké, okay, Kevin is dus verdwaald geraakt. En nu al. Kevin is nu al verdwaald geraakt. En we zitten nu ergens in een map. En ja, oké. Okay, ja. Goed. Nou ja, je bent er nu weer. Oké, okay, even zien. Het is wel erg donker. Het begint ook donker te worden. Oh, de zombies. Nee, ja. Nee, oké. Okay, nee, dat valt op zich wel mee. We hebben goede armor. Dus dat is niet het grootste fout. Het grootste fout is toch wel. Jawel, misschien had je het wel aan zien komen. De mensen die online zijn, want ik bedoel, moet je eens kijken hoeveel mensen online zijn. Dit is echt niet heel weinig of zo. Dit zijn echt iets van, hoeveel zijn het er? Kan ik dat ergens zien? Ik weet het niet. 90 of zo. Nou, weet ik niet. Heel veel in ieder geval. Laat ik het daarop houden. Laten we hier onze basis maken. Zo, is wel even handig zo. Ja, even claimen. Want ja, anders kunnen ze het gewoon grieven en jatten en zo. En dat is niet de bedoeling. Want we willen dit namelijk wel even serieus goed gaan spelen. We willen dit gewoon even gaan, ja, killen. We willen gewoon iedereen even gaan vermoorden. We gaan dit gewoon even doen. Samen met jullie wel. Dus misschien dat jij wel wil meedoen. Kan dat natuurlijk. Je kan dat natuurlijk gewoon joinen. In de IP staat in de beschrijving. En dan kan je gewoon lekker joinen. Misschien wel met mij spelen. Oké, ik heb hier nou een halletje. Ja, oh, hier ligt Cole. Hier, nice. Want ja, als het zo donker is, is het ook niks aan voor de kijkers. Want dan, of het is ook niet van mij. Want ja, sticks, hoppatee, Cole, bam. En dan heb ik nu torches. En ik hoop niet dat dit zo erg opvalt. En dat mensen dan denken, oh, dat shit, daar is een basis. En dan... Oeh, daar gaan ze ons aanvallen. Dat is niet de bedoeling. Even zien, hoe kan ik hier... Oh, ik kan ook vliegen volgens mij. Echt? Ja, je kan vliegen in je eigen... Kijk. Huh? Je kan vliegen in je eigen gebied. Dat is wel heel vet. Dat is wel echt heel vet. Echt? Oei, joh. Ja. Dit even allemaal claimen. Zo, hoppatee. Dit is echt heel erg vet. Oké. Ja, je kan gewoon vliegen inderdaad. Ja, kijk dan. Je kan gewoon vliegen. Dat is echt heel erg vet. Je kan gewoon vliegen op je eigen gebied. Oké, hier even wat toortjes en zo. Kijk, hoppatee. Ja, jawel. Oké, ik ga alvast eventjes weg om wat hout te halen en zo. Ja, is goed. Weet wat meer is. Ja, het is wel even handig inderdaad. Ik hak dit nog even uit en dan ga ik het even beschermen. Met sterker materiaal, bijvoorbeeld obsidian. Ja, anders kunnen ze er ook zo inkomen met bijvoorbeeld met creepers of zo. En die kunnen ze zo ons gaan raiden, oftewel gaan, nou ja, ons ding gaan overvallen en gaan kapot gaan maken. Zo, onze basis. En dat willen we natuurlijk niet. Dus laten we hier even zo dit maken. Zo, hop, hop. Oh mijn god, wat doe ik nou? Nou, zo prima. Hoppa, hoppa. Dan doen we hier wat cobblestone, zo. Het ziet er niet uit, maar goed, prima. Het gaat om het idee. Ik moet eigenlijk ook even een, hoe moet ik dat maken? Even verschillende kamertjes. Dat is ook wel even handig, zodat ik een beetje een kamer heb in... Hi, Kevin. Ja, dat zou heel leuk zijn. Dat zou wel echt leuk zijn, inderdaad, ja. Anders dan slaap je in mijn kamer. Dat wil ik niet. Je mag niet in mijn kamer slapen. Ik wil een aparte kamer hebben. Ja, oké, okay. Voor de kijkers, ik ben nog steeds net wakker, dus mijn stem is misschien nog een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een beetje ochtendstemmetje. Maar dat maakt niet uit. Lekker. Gezellig toch, lekker gezellig. Ja, jawel, ja, jawel. Oké, okay, hoppatee. Zo, ik moet even een Ik heb gelijk al wat eten gevonden. Super, super. Wat mushrooms. Ik heb ook nog wat steak. Oké,
een biefstuk. Lekker, lekker, lekker. Oeh, ik heb een andere baas gewonnen. Maar ik ben wel de weg kwijt, ben ik bang. Shit. Ben je weer de weg kwijt? Oh mijn god, serieus? Je bent nu de tweede keer de weg kwijt? Meen je dit nou? Ja, waar moet ik langs? Oh nee. Oh, dit gebeurt er als je met iemand die Fortnite speelt de hele tijd gaat survivalen in Infections. Oh mijn god, dit gaat ook alleen maar fout. Dit gaat echt 10 keer fout. Wat is dit al? Dit gaat echt de hele tijd fout. Het gaat meteen fout. Lol. Oké, je kan gewoon naar mijn TPA volgens mij. Dus ja, dan kan je gewoon Fortnite noobje. Je moet meer Minecraft spelen, joh. Ik moet meer Minecraft spelen. Ik moet even vliegen hier. Ja, lukt ie. Waarom gaat alles fout? Ik wil vliegen. Yeah, you don't... Ik heb niet toegang om deze comment te gebruiken en hier wel dan? Ja, hier wel. Ja, je moet echt goed in dat gebied zijn, ja. Oh, alles gaat fout. Oké, nou goed. Ik ga gewoon even een deur maken en dan zijn we alweer ready, denk ik zo. Kijk eens, hoppatee. En dan doen we hier nog even zo. En dan hebben we ons, onze begin tenminste wat. Ik heb hier wel wat hout hier zo. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat het... Ja, ik vind het wel mooi dat het die kleur is. En dan denk ik dat we zo meteen wel gewoon een hele mooie vloer hebben in ons... in onze mooie basis hebben. En wie weet, als jij wilt joinen, kan dat natuurlijk ook in het linkje in de beschrijving. Waarom zeg ik linkje steeds? Echt alles gaat fout. Oh my god. Echt alles gaat me daar fout. Ik bedoel eigenlijk het linkje niet, maar ik bedoel gewoon het IP staat in de beschrijving. En het is de Verix PvP server. En het is gewoon lekker gezellig hier met allemaal mensen. En het is echt, ik vind het heel tof dat je dan eigenlijk ook kan vliegen. Dat kan je nooit in een andere faction server. Nee. Dat je op je eigen gebied kan vechten. Dat is eigenlijk wel iets anders, want zo kan je ook een vliegbattle hebben op je eigen basis. We hadden best wel veel ongeluk deze opname. Maar het gaat sowieso de volgende keer beter worden. Dit was een hele vette opname, dus knal even op het blauw duimpje omhoog. Vergeet het zeker niet te abonneren en klik op dat belletje om op de hoogte te blijven van elke video en livestream. En check natuurlijk nog even zeker de Fortnite video's van Dat is Kevin uit van Kevin. Linkje in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. En dan kunnen jullie altijd nog deze server joinen. Wie weet zie ik jou wel op deze server. IP staat in de beschrijving. De Verix PvP server. Tot de volgende keer. Maar weer.